Trips kan een groot probleem zijn voor je geliefde kamerplanten. Ze kunnen veel schade aan je plant toebrengen. In huis kan trips makkelijk overleven. De eitjes van trips zijn in de vorm van een boom en worden afgezet op bladeren, bloemen en stengels. Voordat een vrouwtje trips een eitje legt, maakt ze een opening in het plantweefsel. Nadat het ei is uitgekomen, zal de larve meteen gaan eten van de plant. De larve zal zich snel verpoppen tot in het tweede stadium. In het tweede stadium is de larve groter en donkerder van kleur. Bij de meeste tripsoorten laat de larve zich op de grond vallen om te verpoppen. Het verpoppen gebeurt in het bovenste gedeelte van de potgrond. De eerste twee stadia na verpoppen zijn te herkennen aan de lichte kleur en ontwikkeling van vleugels. De volwassen trips is donkerder van kleur en heeft een volledig ontwikkeld paar vleugels. Trips beschadigt de planten door cellen aan te prikken en de plantenstoffen eruit te zuigen, waardoor het plantweefsel zal afsterven. De aanwezigheid van zilverkleurige plekjes en zwarte poepjes verraden de aanwezigheid van trips. Trips is ook verantwoordelijk voor de verspreiding van schadelijke virussen. Gelukkig is trips te bestrijden met meerdere soorten natuurlijke vijanden. Neem gerust een kijkje op de website www.insectheroes.nl voor meer informatie over de biologische en natuurlijke bestrijding van trips.